denk ik, hè? Die zit gewoon in de winkel, denk ik. Wel, echt groot, hoor. Een hele goede morgen allemaal. Leuk te kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben even lekker buiten. Sorry. Ik ben even lekker buiten met een lekker kopje koffie. Heerlijk. En het is nu al warm. My god, het is nog warm voor vandaag. Echt lekker weer. Echt, ik heb ons ook weer. Wie nog meer? Oh ja, ik heb gisteravond nog eventjes mijn nieuwe naam veranderd van YouTube. Ik heb geen blogjes meer, maar ik heb gewoon eigen naam. Die zag ik langer door, vind ik gewoon. En dan kom morgen een video over online. Morgen pas, omdat ik nu zometeen wegga en de hele dag bijna geen tijd heb om dingen op te nemen en te doen. Dus daarom zeg ik het nu pas een beetje. Ik wil helemaal een paar dagen vooruit op de vlogs. En dan nog heb je het pas wel gezien. En die video, godverdorie, echt. In die rijen. Die video is dat ik die namen veranderd heb. En ik had zoiets van, nog een Instagram is het niet meer. Is er gewoon een Instagram Langendorf. Hoe ik heet. Dus. Ja. Dat dus. Doen we pellet. Dus ja. Maar ik raam wel een hele toffe dag van. En dan zie ik je later ergens weer. Goedemiddag. Hey. Jeetje mensen. Ja. Dit is gewoon een winkel denk ik, hè? Dit is gewoon een winkel denk ik. Wel echt groot hoor. Oh, dank u wel. Ah, tof. Nee, ik niet. Nee, dankjewel man. Schitterend. Het is het die mooi mensen. Klik ruim, hè? Klik ruim. Droom op de dam, hoor. Zo, mensen. Het is echt gezellig met mijn moeder.
wel kan zien in de vlog. Dus ja, dat is wel heel erg groot. Heel mooi. Dus ja, voor de rest gaan we de vlog nog even doen. De slingertjes even maken. Zo, we zijn lekker thuis. We zijn nu lekker een vlogje aan het monteren, maar rustigen. Nu mag ik even wat drinken. Ik heb een ronk, hoor, daar niet van, maar... Want dan leggen ze toch altijd die handdoek of die tinder koffie weg. Dat begrijp ik echt niet, maar goed. Niet leeg. Kijken wat er vol is. Deze is voor me. Dus ja. Het is lekker even naar te zijn. Zo mensen, ik ben lekker een koffie aan het maken mezelf. En waar ik echt de pakking van zin in heb. En was een leuk vanmiddag met mijn moeder bij de pizzabakkers. Echt heel gezellig. Gewoon een keer als het echt helemaal weer is. Gaan we de hele avond gaan we lekker pizza eten. En dat kan niet mooi, ik hoef nu niet door te geven of ik mee eet niet meer eten op de hoekoe. Ik heb dan nu mijn eigen eten. Dat is toch heel fijn. Dat is super fijn moet ik zeggen. En ja. Dus ja, dit is prettig. Dat zou ik te doen. Ik ga kijken van met de grote kaart. Dan die vind ik wel fijn aan de grond. Ik kan ook lekker aan de koffie lekker op YouTube kijken. En doen. Dus. Ja, en de koffie nog even weer uitpakken dan. Na de koffie. Dus dan nog een hele week weer een vergaderbeddetje naar mijn welkom jongens. Dan was ik gisteren vergeten, maar ik had van ja, ik had gisteren zoveel op. Ik kon drinken, ik had qua warme dranken. Dus ik was zelfs niet van ja, ik ben nu een kind niet. Dus dit had nu mee gelukkig. Zo. En voor de rest gaan we vandaag. Nou, wat ik niet veel moet doen eigenlijk. Mijn vlog is al klaar. Ja, ik heb het snel klaar kunnen maken. De vlog van morgen kunnen vanavond kunnen uploaden. Waar jullie best lang de vlog. Dus ja, we gaan er nog een video maken. Niet meer vandaag meer. Ook dat ik het allemaal nieuw gedaan heb van YouTube en nieuwe Instagram heb. En ja. Instagram staat nu ook al, een nieuwe Instagram staat nu ook al, want het staat in de beschrijving van mijn kanaal, van mijn video's. Dus ik vind het ik heb geen Instagram, ik heb geen Facebook meer, ik heb geen pagina meer. Ik heb geen Twitter meer, ik verlies mijn Instagram tegenwoordig. Ja, want ik ga toch gewoon Instagram bewerken. Niet met in Twitter en niet met Facebook pagina. Alleen met Instagram ga ik werken. En van mijn vorige kant. Is mijn naam. En er komen ook geen aankondigingen meer aan en geen geluid meer aan. Maar op een andere manier. Dus waarschijnlijk in de stories komen de geluid aan.
Dus toen was ik een soort van portret echt aan. Ik ben gewoon Mojo als M-O-J-O. Dan kwam ik D voor de tip. En ja, dan ga ik tegenwoordig naar zo'n stories. Ik zou een verhaal maken op die manier. En de video kan nog geen echt maken kan maken. Dus gewoon een beetje vrouwen, een beetje anders dan het dan als alle andere dingen. Nieuw, een beetje nieuw te verhaal. Ik weet ook mijn naam is gewoon iets dat ik heb echt een YouTube kanaal nu. Ik heb het ook meer, dus het is ook wel goed meer. Ik heb een nieuwe naam voor, dus is ook mijn lange dorp. Dus ook trouwens ook mijn Instagram. En dat zie je ook nogmaals hieronder in de beeld en ook hieronder in de beschrijving vind je hem ook. Maar alleen nog een korte link. Dus ja, kijk of het een beetje helpt, of het anders gaat, of het beter gaat. Met de views en abonnees en ja. Ik hoef dat niet te veel en dat soort dingetjes. Maar ja, het zou toch wel leuk zijn. Het zou toch wel leuk zijn als dat zou gebeuren. Dat ik meer abonnees krijg en meer views. En dat soort dingen krijg. En dat hoeft niet, dat mag altijd. Het wordt nu al lekker goed bij Instagram. En waar mensen jou hebben, mij hebben gaan volgen. Insta, dus gaat wat over een paar dagen in. En ik maak ook nog eventjes een de intro veranderen in de toekomst. Dan maak ik een nieuwe neer. Ik ga een bericht over op dus ja, dat denk ik een beetje. Dat ga ik allemaal een beetje veranderen op Instagram. Geen Twitter meer. Geen Facebookpagina meer. Alleen Instagram. Meer ook echt niet. Dat is een beetje te veel anders. Dus Instagram is leuk, maar daar heb ik met niet veel mensen bij. En ja, omdat nu tegenwoordig echt een ding is. In de wereld. Daarom ook wel mijn Instagram. De meeste mensen doen niet meer Instagram tegenwoordig. En geen Twitter meer, en geen Facebookpagina meer. Dat zijn mensen die het doen, maar nee. Ik doe er lekker niks mee. Maar goed, ik zie je zo meteen ergens weer. En tot zo ergens. Even te kijken naar Milan. Die heeft de knolkast. En ja, ik hou me zitten nu in. Vorige keer had ik Joost daarvoor gezegd dat Joost leuk was. En eigenlijk doet Joost het eigenlijk wel niet leuker, maar ja, Milan doet het anders dan Joost weer, natuurlijk. Je bent natuurlijk de eigen mimiek en ja, dat het ook vaak gespeeld wordt gehad. Goed mensen, ik heb vandaag een lekkere, leuke dag gehad vandaag. Ik ben weg met mijn moeder, wat ga ik eten en zo, wat je kon zien in de vlog. En dat was hartstikke leuk. Ik vond het leuk vinden als je nog een vlog hebt, komt kijken om 7 uur. Oh, in de ochtend een nieuwe vlog. Dan zeg ik tot de volgende.